Op front onderkent Mischa Brouwer het gevaar en neemt nog een paar lengte voorsprong extra met zijn leidende Everglide Rapida. En zo zijn we dan aangekomen in de finale fase. Everglide Rapida. Nu 3 lengte, 4 lengte voorsprong. Fleurs Wagerman knokt het uit voor de tweede plaats met Diola P. Maar Everglide Rapida, wederom Mischa Brouwer. Op de tweede plaats Fleurs Wagerman, dan Diola P. en Donate Groenhoff. De winnaar is officieel, die mogen we gaan huldigen. En de winnende combinatie ging rond in 1.21 rond. 1.21 rond voor de winnaar Everglide Rapida. 7 jaar deze zwarte ruin van Handglider uit Royal Comic. Zweeds gefokt paard wordt getraind door Bas Krebas. Voortreffelijk gereden door Mischa Brouwer. Zijn derde. De zierdeken van de Soulmate Nutrition gaat over het lijf van de winnaar. Bedankt Yvonne daarvoor. Yvonne, geweldig weer. Jouw bijdrage hier op de baan van Aduard. Met je mooie bedrijf. En natuurlijk ook vis-specialist Pascal van de Paddenpoel. We hebben al die extra ereprijzen horende bij de meeting hier in Aduard voor Mischa Brouwer. Alweer de Groninger koek van de familie T.J. Dijkstra namens Marian Vos. Een mooi pakket en groente- en fruithal Aduard heeft vandaag zorg gedragen voor de bloemen. De voorlaatste winnaar, Mischa Brouwer. Hij wint met Everglide Rapida. Mischa, heel kort nog even als het gaat. Je hebt je vergist, hè, tegen de fotograaf? Ja, ik kreeg mijn derde vinger niet echt gemakkelijk omhoog. Ja, want hoe kreeg je derde vinger niet omhoog? Ja, dat was even. Ja. Kan wel eens gebeuren, zeg maar. Zo is het. Is hij geblesseerd? Nee, nog niet. Maar dit was abnormaal, hè? Ja, heel sterk. Ik weet dat hij van kop af heel graag gaat. En zoals hij nu gaat, is grandioos. Maar van die van Riel heb je meer geleerd? Ja, dat was heel mooi. Ja. Hoe moet deze ooit geklopt worden? Ja, als jij het weet, wil ik het ook weten. We gaan het zien en beleven. Geweldig voorgebracht door Stal Krebas, deze winnaar, de derde, vierde Bas? Vandaag de derde, maar ik wil even zeggen, Dennis Minema traint dus eigenlijk altijd thuis, want hij is mij te heet om te rijden. Nee, die doet er veel werk aan. Ja, en dat wordt mooi uitbetaald? Ja, wordt super uitbetaald. Mooi Bas, mooi compliment voor jouw rechterhand Dennis Minema. We kunnen in de handen, dames en heren, voor de winnaars van koers 9. En het is alweer Mischa Brouwer, zijn derde. Hij wint met Everglide Rapida. De halve volte. Stand by. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart en het is na de start aan de kop nummer 3, Everglide Rapida. Everglide Rapida heeft de leiding genomen met op de tweede plaats daarachter Gently Boko. Zo gaan we dan de eerste bocht in en daarachter volgt op de derde plaats Diola P. Anderhalve lengte erachter in vierde positie Donate Groenhoff, die gevolgd wordt door Sessa. Verder weg in het veld Fleurs Wagerman, daarachter Axel Cartouche en Devil in Disguise die sluit de rij. Paarden voor de eerste maal in de rechterlijn voor de tribune, met nog altijd Everglide Rapida die het veld de weg wijst, heeft een lengte voorsprong. Everglide Rapida op de tweede plaats Gently Boko en daarachter volgt in derde positie dan Diola P. De vierde plaats voor Donate Groenhoff, vijfde is op dit ogenblik Sessa. In zesde stelling Fleurs Wagerman, zevende is Axel Cartouche en in achtste positie sluiterij Devil in Disguise. En de paarden gaan de bocht door op weg naar de overzijde van de baan. Met onveranderd de posities in het front. Nu groter wordende voorsprong voor het nummer 3. Everglide Rapida heeft nog altijd een voorsprong. Nu toch altijd een viertal lengte is het zelfs geworden. Op de tweede plaats volgt daarachter dan Gently Boko nog altijd. Gently Boko wordt op een lengte gevolgd door Diola P. Daarachter is het Donate Groenhoff gevolgd door Sessa. Dan Fleurs Wagerman, Axel Cartouche en Devil in Disguise. Paarden zijn inmiddels in de kroon van de stalbocht. Met nog altijd de voorsprong. Maar die bedraagt nu nog maar een lengte. Voor Everglide Rapida. Diola P is wat dichterbij geslopen. Daarachter op de derde plaats dan Gently Boko. En zo zijn we in de rechterlijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finish nog een volle ronde te gaan. Met Everglide Rapida die het veld nog altijd op sleeptouw heeft. En Diola P ligt nog altijd in tweede stelling. We gaan de laatste ronde nu in. Op de derde plaats aan de buitenzijde opgekomen.
Roman Sessa. Vierde aan de binnenzijde is Gently Boko. En zo zijn de paarden dan in het hart van de bocht. Met daarachter dan Donate Groen of Fleur Zwageman en Axel Cartouche. Is nog altijd Tail en Charlie. De paarden aan de overkant van de baan. Met onveranderd Everglide Rapida Diola P. En maar nu op de derde plaats Sessa. Daarachter op de vierde plaats dan Gently Boko. Halverwege de rechterlijn aan de overzijde. Dan Donate Groen of en Fleur Zwageman. De laatste bocht is in zicht. Met onveranderd de posities. Everglide Rapida met een lengtevoorsprong op Diola P. Maar daar komt Fleur Zwageman als een pijl uit een boog naar voren. Fleur Zwageman die gaat nu naar een derde plaats en gaat nu proberen ook nog de tweede plaats van Diola P af te snoepen. Op front erkent en onderkent Misha Brouwer het gevaar en neemt nog een paar lengtevoorsprong extra met zijn leidende Everglide Rapida. En zo zijn we dan aangekomen in de finale fase. Everglide Rapida. Nu 3 lengte, 4 lengte voorsprong. Fleur Zwageman knokt het uit voor de tweede plaats met Diola P. Maar Everglide Rapida, wederom Misha Brouwer. Op de tweede plaats Fleur Zwageman, dan Diola P. En Donate Groenhoff.